Presentatie. Nou, de opname is gestart van deze bijeenkomst. De eerste presentatie is van Wietske Meekes. Dat is degene die het onderzoek naar valpreventie implementatie in de eerste lijn zorg heeft uitgevoerd. Zij gaat 20 minuten vertellen over de belangrijkste resultaten van het onderzoek. En wat ik net al zei, als er vragen zijn, zet ze in de chat. Dan kunnen die na afloop door Joke aan Wietske gesteld worden. Dus ik geef graag het woord aan Wietske Meekes. Goedenavond allemaal. Ik geef mijn presentatie met jullie delen. Nou, Inie heeft me net al kort voorgesteld. Ik ben Wietske Meekes. Ik ben promovenda bij de Universiteit van Tilburg bij Transol en werkte ook gedeeltelijk bij het onderzoeksinstituut Nivel in Utrecht. En ik heb onderzoek gedaan naar de implementatie van valpreventie in de eerste lijn zorg. En dit heb ik samen gedaan met Ien van der Goor, die jullie net hebben gezien. Verder ook met Joke Korevaar, die de chat bijhoudt, en Chantal Leemreizen. Chantal en Joke zijn senior onderzoekers bij het onderzoeksinstituut Nivel in Utrecht. Verder heb ik dit samen gedaan met Marcel Nieuwenhuis, fysiotherapeut in de regio, en Rens Henket, kaderhuisarts ouderengeneeskunde. Ik ga jullie vandaag eerst vertellen waarom we dit onderzoek hebben gedaan, wat het doel is van het onderzoek. Ik zal vervolgens de resultaten laten zien en eindigen met een conclusie en aanbevelingen voor de praktijk. Nou, vallen is een groot probleem bij ouderen. Gemiddeld valt 1 op de 3 65-plussers en de helft van de 75-plussers minstens 1 keer per jaar. De gevolgen van een val kunnen variëren van bijvoorbeeld een schaafwond of blauwe plek tot fracturen, hersenletsel en zelfs tot overlijden. En zo zijn er in 2020 ruim 5000 ouderen overleden aan de gevolgen van een val. Nou, dit gaat ook gepaard met hoge kosten in de zorgsector. En we zagen in 2020 dat de valincidenten bij 75-plussers heeft geleid tot 1,1 miljard euro aan direct medische kosten. En wat we eigenlijk daar ook in zien is dat het grootste gedeelte van die kosten wordt veroorzaakt door valongevallen bij de groep 75-plussers en kwetsbare ouderen. Gelukkig zijn de effectieve valpreventieve interventies beschikbaar. Denk hierbij aan beweginginterventies zoals inbalans, otago, maar ook aan aanpassingen in huis, medicatiereview. Maar we zien eigenlijk dat deze interventies vaak onvoldoende goed zijn geïmplementeerd in de eerste lijn zorg. Terwijl de eerste lijn zorg, zoals de huisarts, vaak wel het eerste aanspreekpunt is voor zelfstandig wonende ouderen als zij gezondheidsproblematiek hebben. Huisartsen hebben vaak onvoldoende goed in beeld wie hebben er nu een hoog valrisico en kunnen dus ook niet patiënten doorverwijzen naar geschikte valpreventieve interventies. Dank je. Patiënten zelf, dus ouderen, weten vaak ook niet van zichzelf dat ze een hoog valrisico hebben. Ze zullen dus ook niet uit zichzelf naar een zorgverlener stappen voor een interventie. Daarnaast weten ouderen vaak ook niet wat ze zouden kunnen doen om het valrisico te verminderen. Of dat ze daar überhaupt iets tegen kunnen doen. Dus we zien hier eigenlijk een soort gat in dat patiënten met een hoog valrisico eigenlijk niet goed in beeld zijn bij de eerste lijn zorgverleners. En daarom hebben we eigenlijk mijn promotieonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek wilden we eigenlijk inzicht krijgen in factoren die de implementatie en levering van valpreventie in de dagelijkse praktijk van de eerste lijn zorg kunnen verbeteren. En hiervoor hebben we 4 deelonderzoeken gedaan. In het eerste deelonderzoek hebben we een literatuurstudie gedaan om een geschikt valrisicobeoordelingsinstrument te identificeren voor de eerste lijn zorg. In het tweede deelonderzoek hebben we vragenlijstonderzoek gedaan bij huisartspraktijken om inzicht te krijgen in de valpreventieve zorg die zij op dat moment verlenen aan hun kwetsbare oudere patiënten. In het derde deelonderzoek, dit was eigenlijk een implementatieonderzoek,
wilden we inzicht krijgen in factoren die de implementatie van valpreventie in de eerste lijn zorg beïnvloeden. En hiervoor hebben we eigenlijk een valrisicobeoordelingsstrategie ontwikkeld en die geïmplementeerd bij huisartspraktijken en wijkverpleegkundigen. En in het vierde deelonderzoek wilden we kijken wat voor impact evidence-based valpreventieve beweeginterventies hebben op kwetsbare ouderen, die ook echt worden aangeboden in de dagelijkse praktijk. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat patiënten zelf voor de interventie moeten betalen via hun zorgverzekering bijvoorbeeld. Ze hebben allerlei gezondheidsproblematiek. En de evidence-based beweeginterventies hoeven niet altijd specifiek in het officiële formaat aangeboden te worden, maar worden ze vaak ook op maat aangeboden aan de patiënten. En hiervoor hebben we patiënten opgevolgd voor een periode van 12 maanden. Nou, ik ga nu jullie de resultaten laten zien van deze vier deelonderzoeken. Nou, het eerste deelonderzoek ging dus over de literatuurstudie, waarin we een geschikt valrisicobeoordelingsinstrument wilden identificeren voor de eerste lijn zorg. En uit deze literatuurstudie kwamen eigenlijk 6 fysieke testen naar voren en een enkele vraag naar de valgeschiedenis van de patiënt. Nou, we hebben gekeken wat is nu de voorspellende waarde van deze instrumenten. Dus welk instrument is goed in het voorspellen of iemand wel of niet gaat vallen. En dat was eigenlijk voor al deze testen tamelijk hetzelfde. Het was voldoende goed om dit te voorspellen. Het was niet heel goed, maar ze konden redelijk voorspellen of iemand wel of niet ging vallen. Nou, daarnaast hebben we ook gekeken welk instrument is nu het meest praktisch voor de eerste lijn zorg. En daarmee bedoel ik, kost het weinig tijd? Heeft het instrumenten nodig? Hoeveel ruimte is er voor nodig? Heb je bijvoorbeeld een lange gang nodig om de test uit te voeren? Hebben zorgverleners training nodig om de test uit te voeren? En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie, als we dan kijken vooral naar het praktische gedeelte, dat de enkele vraag naar de valgeschiedenis van de patiënt het meest geschikt is voor de eerste lijn zorg. Dit instrument benodigt de minste tijd, geen instrumenten, geen ruimte, geen training van zorgverleners. En daarnaast is ook de voorspellende waarde van dit instrument gelijk, als net niet iets beter dan dat van de andere testen. Onze aanbeveling naar aanleiding van dit deze literatuurstudie is dan ook om te kijken of iemand een hoog valrisico heeft, om door de vraag te stellen, bent u het afgelopen jaar gevallen? We hebben daar wel een tweede vraag aan toegevoegd, namelijk, bent u bang om te vallen? Valangst is ook een risicofactor voor vallen en niet zo sterk als valgeschiedenis. Maar valangst kan een grote negatieve impact hebben op de kwaliteit van leven en zelfstandigheid van een oudere. En met dit, alleen de vraag, bent u het afgelopen jaar gevallen? Includeren we dus niet de mensen met valangst, zelf valangst. Daarvoor zijn ook evidence-based interventies beschikbaar. Denk aan zicht op evenwicht. En het zou onethisch zijn als deze patiënten geen interventie zouden aangeboden krijgen, omdat ze niet gesignaleerd zijn op hoog valrisico. In het tweede deelonderzoek hebben we vragenlijstonderzoek gedaan bij 32 huisartsen gedurende een jaar. En deze vragenlijsten waren ingebed in hun elektronisch systeem, in het HIS-systeem. Dus op het moment dat een huisarts een bepaalde ICPC-code invoerde over een kwetsbare oudere patiënt in het systeem, en dat zijn dan ICPC-codes die gerelateerd kunnen worden aan kwetsbaarheid en of vallen, dan kreeg de huisarts een pop-up vanuit het systeem op het scherm met de vraag, is deze patiënt kwetsbaar? Zei de huisarts ja. Dan kreeg hij ook vervolgens een vragenlijst, een korte vragenlijst, over de valpreventieve zorg die hij of zij aan zijn patiënten aanbood. De huisartsen gaven aan in totaal 1394 kwetsbare ouderen te hebben gezien gedurende dat jaar. En daarvan gaven ze aan dat 52%, dus ruim de helft, een valgeschiedenis en of valangst had. Daarvan gaven ze aan dat slechts 37% een valpreventieve interventie ontving. Hoofdredenen om geen interventie te geven waren volgens de huisarts dat de patiënt vond of dacht dat de interventie te veel gedoe zou zijn of te intensief was. Een tweede hoofdreden was dat de huisarts wel een hoog valrisico had gediagnosticeerd, maar dat volgens de huisarts de patiënt niet herkende of niet zo vond en dus eigenlijk ook geen interventie wilde. Daarnaast hebben we in de vragenlijst ook gevraagd naar welke risicofactoren op vallen worden er behandeld bij deze patiënt.
En de huisartsen gaven aan dat voornamelijk mobiliteitsproblematiek, valangst, cardiovasculaire problematiek, duizeligheid en het gebruik van bepaalde medicatie werden behandeld. We hebben ook gevraagd welke zorgverleners zijn nu verder nog betrokken bij het bieden van de valpreventieve zorg. En de huisarts gaf aan dat naast de huisarts zelf dat de fysiotherapeut was, de thuiszorg of wijkverpleging, de praktijk ondersteunen, de cardioloog en de oefentherapeut. Nou, dan komen we bij het derde deel onderzoek, waarin we eigenlijk een implementatiestudie hebben uitgevoerd. En tijdens die implementatiestudie wilden we een valrisicobeoordelingsstrategie implementeren in de eerste lijn zorg. Ik zal eerst even toelichten wat die strategie precies inhield. We hebben eerst fysio- en oefentherapeuten in de regio die rondom de huisartspraktijken en wijkverpleging zaten, gewoven voor deelname aan dit project en gevraagd of ze evidence-based training volgen. En als ze dit nog niet deden, of ze dan de training zicht op evenwicht wilden volgen, zodat ze allemaal evidence-based valpreventieve interventies konden aanbieden aan hun kwetsbare oudere patiënten in dit project. Daarnaast hebben we aan de huisartspraktijken en wijkverpleegkundigen een aantal instrumenten aangeboden. Dat is in eerste instantie een valrisicobeoordelingsinstrument om te signaleren welke patiënten, kwetsbare oudere patiënten, hebben er nu een hoog valrisico. En dat is naar aanleiding van onze eerste deelstudie de twee vragen: bent u het afgelopen jaar gevallen en bent u bang om te vallen? Daarnaast hebben we de zorgverleners ook een checklist gegeven om de onderliggende oorzaken van het hoge valrisico te kunnen diagnosticeren. En die checklist zag er in eerste instantie zo uit. Hier staan de verschillende risicofactoren op van het vallen. En dit is later aangevuld met een praatpapier van Marieke Doremalen. Zij is voormalig praktijkondersteuner. En zij heeft dit praatpapier zelf ontwikkeld om eigenlijk het gesprek aan te gaan met de patiënt over de mogelijke risicofactoren. Daarnaast hebben we ook een sociale kaart gemaakt waarop alle fysio- en oefentherapeuten staan in de regio rondom hun praktijken die de evidence-based valpreventieve interventies aanbieden, zodat ze gemakkelijk konden zien waar kunnen we naar doorverwijzen. Tot slot hebben we een 4-uur geaccrediteerde training aangeboden aan de zorgverleners en die werd georganiseerd oorspronkelijk vanuit Veiligheid.nl in Tilburg. Nou, om te achterhalen welke belemmerende en bevorderende factoren de zorgverleners ervaren tijdens de implementatie van deze strategie en de levering van valpreventieve zorg, heb ik regelmatig contact gehad met de zorgverleners om te vragen, loop je ergens tegenaan? Heb je problemen? Kunnen we ergens mee helpen? En daar heb ik notities van bijgehouden. Daarnaast hebben we ook online focusgroepen gedaan. Eén met huisartsen, POH's en wijkverpleegkundigen en één met fysio- en oefentherapeuten, om die factoren te achterhalen. De huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen gaven aan dat ze valpreventie deel van hun werk vonden, betekenisvol, belangrijk, nuttig. En ook dat ze de kennis en vaardigheden hebben om valpreventieve zorg aan te bieden aan de kwetsbare oudere patiënten. Daarnaast benadrukten ze eigenlijk ook dat de onderliggende oorzaken erg verschillen per patiënt. En dat dus gepersonaliseerde zorg, oftewel zorg op maat, nodig is. Dat je ook van tevoren dus niet kunt inschatten hoeveel tijd je zult kwijt zijn aan een patiënt, want dat verschilt gewoon enorm. Als belemmerende factoren benoemden ze de complexiteit in het stellen van een diagnose, wat zijn de onderliggende oorzaken van het vallen, en het opstellen van een behandelplan versus het gebrek aan tijd dat ze ervaren. Ook benoemden ze andere prioriteiten, zoals bijvoorbeeld een praktijkovername of praktijkbreuk. Daarnaast werd ook genoemd de beperkte vergoedingen voor patiënten en ze ervaren ook een gebrek aan motivatie bij hun patiënten. Tot slot benoemden ze vaak ook het onbewustzijn van het belang van valpreventie bij hun patiënten als een belemmerende factor. Als bevorderend benoemden ze het betrekken van de sociale omgeving van de patiënt. Dit kon ook helpen bij de motivatie van de patiënt. Verder noemen ze ook de kennis van expertise van collega's. Dus als je weet wat de expertise is van jouw collega's, dat je weet wat ze kunnen, naar wie je kunt doorverwijzen, kan dit ook helpen bij het bieden van valpreventieve zorg. Daarnaast noemen ze ook adequate samenwerking. Dat is zowel de samenwerking binnen het eigen team, maar ook met andere zorgprofessionals.
Ook noemden ze voldoende middelen, dus in de zin van tijd en personeel. Vergoedingen voor patiënten, voor de interventies. En ook benoemden ze als patiënten gemotiveerd zijn, dan is dat ook bevorderend. De fysio-oefentherapeuten benadrukten in eerste instantie dat ze de interventie vaak meer als valtraining of behandeling ervaren, in plaats van als een preventieve interventie. En dit kwam vaak door de slechte gezondheid van de patiënten. In dit geval waren dat allemaal kwetsbare oudere patiënten. En ze gaven ook aan dat sommige patiënten ook niet voldeden aan de inclusiecriteria voor zo'n training. Soms moesten ze bijvoorbeeld nog kunnen lopen een aantal minuten zonder loophulpmiddel. En daar voldeden heel veel patiënten niet aan. Dit is wel weer afhankelijk van welke training de fysio- of oefentherapeuten aanboden. Dit verschilde ook in dit onderzoek. De een bood bijvoorbeeld de cursus vallen verleden tijd aan, waarin patiënten leren vallen en opstaan. En de ander is bijvoorbeeld de Otago, waar je ook nog oefeningen kunt doen op een stoel. Maar algemeen gaven alle therapeuten eigenlijk wel aan dat ze de deelnemers liever eerder zien wanneer ze minder gezondheidsproblematiek hebben. Daarnaast benadrukten de therapeuten ook dat ze geen volle groepen konden krijgen, omdat er gewoon te weinig doorverwijzingen waren. Ze zouden graag volle groepen willen zien, omdat het de kosten van de interventie omlaag kan halen voor patiënten. Daarnaast zouden groepen ook kunnen zorgen voor sociale interactie, wat indirect ook weer de motivatie van patiënten eventueel kan bevorderen. En in dit project zagen we ook dat heel veel therapeuten geen enkele doorverwijzing hadden gekregen. Als belemmerende factoren benoemden ze dus ook eigenlijk het niet krijgen van doorverwijzingen om überhaupt valpreventieve interventies aan te kunnen bieden. Ze benoemden ook de beperkte vergoedingen voor de interventies voor patiënten. En daarnaast benoemden ze transport naar de praktijk toe voor de patiënten, de intensiteit van de interventies, maar dat was ook weer afhankelijk van welke interventie zij aanboden. De comorbiditeiten van de patiënten, dus eigenlijk dus die gezondheidsproblematiek. En zij ervaren ook regelmatig een gebrek aan motivatie bij hun patiënten. Als bevorderende factoren benoemden ze de motivatie van patiënten. En ze gaven aan dat ze dat vaak konden verbeteren door hun eigen enthousiasme. Dus ze wisten zelf met hun eigen enthousiasme vaak patiënten toch te motiveren om door te blijven gaan met een interventie. Daarnaast benoemden ze ook dat het heel belangrijk is dat patiënten realistische verwachtingen en doelen hebben. En dus niet denken dat ze na afloop van de interventie een marathon weer kunnen lopen. Maar dat het dus al een doel kan zijn dat je bijvoorbeeld kunt blijven staan tijdens het koken aan het aanrecht. Daarnaast noemen ze ook dat als patiënten eenmaal bezig zijn met de interventie en ook echt vooruitgang voelen, dat dit vaak ook het zelfvertrouwen laat toenemen bij de patiënt. En dit heeft ook weer een positief effect op de motivatie van de patiënt. Nou, verder zagen we ook bij de huisartspraktijken dat de praktijkondersteuner echt het spin in het web was. Zij voerde eigenlijk alle taken uit rondom de valpreventieve zorg. Zij deed de signalering, kijken wat zijn de onderliggende oorzaken en het doorverwijzen naar interventies in overleg met de huisarts. En daarnaast motiveerde zij soms ook collega's om te helpen met het signaleren. En dan werd de patiënt doorverwezen naar de POH die het dan verder oppakte. Tot slot zagen we ook een verschil tussen huisartspraktijken die een kwetsbare ouderenprogramma hadden geïmplementeerd en praktijken die dat niet hadden. Dus de praktijken met zo'n programma die brengen al systematisch in beeld welke patiënten zijn kwetsbaar. En die zien deze patiënten minstens 2 keer per jaar. En voor hun was het dus heel makkelijk, nou, wie moeten we gaan signaleren? Ze konden zo een lijst uitdraaien en die patiënten moeten we spreken voor valpreventie. De praktijken die dit programma niet hadden, voor hun was die eerste stap bij wie moeten we überhaupt vragen of ze zijn gevallen of valangst hebben, was eigenlijk te groot. Want ze hadden niet goed in beeld wie zijn de kwetsbaar. En er was gewoon die eerste stap was eigenlijk te groot en dan kwam het moeilijk van de grond. Dan komen we bij de laatste deelstudie. Dat is namelijk dat we onderzoek hebben gedaan om de impact van de valpreventieve beweginginterventies echt aangeboden in de dagelijkse praktijk. Op de kwetsbare ouderen te inventariseren. En hiervoor hebben we patiënten, kwetsbare oudere patiënten, een jaar lang opgevolgd. Ze hebben fysieke testen en vragenlijsten zijn afgenomen voordat de interventie begon, direct na afloop van de interventie en 12 maanden na de start van de interventie.
En daarnaast hebben de patiënten zelf ook een kalender bijgehouden waarop ze per dag aangeven of ze wel of niet waren gevallen. De therapeuten gaven aan, de fysio- en oefentherapeuten, dat gaven aan dat circa 60% van de patiënten de interventie volledig had afgerond. En uit het onderzoek bleek dat deze interventies aangeboden in de dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk een positieve invloed hadden op de valincidentie. Dus we zagen een significant positief verschil, zelfs na 1 jaar na de start van de interventie. Dus dat de valincidentie zelfs na 1 jaar na de start lager leek te zijn. Daarnaast zagen we ook een positief significant effect op de stabiliteit, mobiliteit, balans, spierkracht, valangst, dagelijkse activiteiten, angst en depressie van patiënten. En dit positieve significante effect zagen we eigenlijk alleen direct na afloop van de interventie. Nou, onze conclusie is eigenlijk dat de implementatie en levering van valpreventie complex is, maar ook belangrijk en nuttig. De eerste 2 deelonderzoeken laten eigenlijk zien hoe belangrijk het is om systematisch te beoordelen of kwetsbare ouderen een hoog valrisico hebben en om vervolgens ook door te verwijzen naar adequate interventies. Het derde deelonderzoek laat zien hoe complex valpreventie is. Er zijn een heel scala aan diverse factoren die de implementatie en levering beïnvloeden. En enkele factoren die eigenlijk door alle zorgverleners werden genoemd waren goede samenwerking tussen de verschillende zorgverleners, adequate vergoedingen voor de patiënten voor het volgen van de interventies en het hebben van gemotiveerde patiënten. Het laatste deelonderzoek laat zien dat het ook echt nuttig is, want de evidence-based valpreventieve interventies aangeboden in de dagelijkse praktijk hebben ook echt een positief effect op de valincidentie en andere gezondheidsgerelateerde uitkomsten van patiënten. Nou, dan nog tot slot enkele aanbevelingen voor de praktijk. Voor de implementatie van valpreventie in een praktijk raden we aan voor de zorgverleners, maar ook voor het management van de zorgverleners, om je ervan bewust te zijn dat valpreventieve zorg complex is en dat het zorg op maat vereist. En verder dat het belangrijk is om te anticiperen op bepaalde belemmeringen. Denk bijvoorbeeld, is er op dit moment een praktijkovername? Krijgen we reorganisaties? Dan is het misschien beter om dit nog even uit te stellen. Denk verder ook in de huisartspraktijken aan het investeren in een praktijk ondersteunen die de tijd krijgt om de valpreventieve taken uit te voeren. Tijdens de implementatie is het vooral belangrijk om korte communicatielijnen te hebben tussen de zorgverleners die het hoge valrisico signaleren en mensen doorverwijzen naar interventies en de fysio- en oefentherapeuten, zodat volle groepen gecreëerd kunnen worden voor de valpreventieve interventies. En tot slot is het heel belangrijk om toch te proberen de motivatie van patiënten te vergroten. De therapeuten in dit project noemden enkele factoren die kunnen bijdragen aan het motiveren van patiënten. Maar toch zie je ook dat de motivatie erg verschilt per patiënt. Dus dat het heel goed kijken is van, nou, wat kan deze patiënt nu wel motiveren? Dan wil ik jullie hartelijk danken voor jullie aandacht. Mocht je nog vragen hebben na afloop van het symposium, kun je mij altijd mailen. En dan is de vraag of er nog vragen zijn in de chat. Er is een vraag binnengekomen over, je hebt gezegd dat er een positieve invloed was. Dus je noemde een aantal belemmerende en bevorderende factoren. En de vraag die erbij zit is, was dit statistisch onderbouwd? Heb je hier cijfers van? Van de belemmerende en bevorderende factoren, cijfers of van de impact van de bewegen interventies op de patiënt? De positieve invloed, ja. Heb je daar cijfers van? Die heb ik niet zo hier paraat. Maar van de beweginterventies, het waren geen hele grote groepen. Maar je zag duidelijk dat de valincidentie verminderde. En ook van de andere gezondheidsuitkomsten, dat daar ook een positief effect was. Ik kan later wel de exacte cijfers nog doorsturen. Maar je zag duidelijk een afname in de valincidentie gedurende het jaar dat de patiënten deelnamen aan de beweginterventie. En was dat ook statistisch significant? Ja. Waren er andere vragen? De vragen die zijn binnengekomen in de chat. Mag ik dan nog een vraag stellen? Oh nee, sorry, ik heb nog een vraag. Wat hebben jullie gedaan na afloop van de beweginterventie?
Zijn mensen doorverwezen naar een ander passend aanbod of is er iets anders gebeurd? Wat gebeurde er na afloop? Ja, dat is een hele goede vraag. De fysio- en oefentherapeuten hebben eigenlijk altijd alternatieven aangeboden om door te gaan. Dat wisselde wel heel erg, merkten wij, tussen de therapeuten. De een bood bijvoorbeeld alternatieven aan in de eigen sportschool. Dus seniorengym bijvoorbeeld, fitness binnen de eigen sportschool. Of verwees door naar wandelclubjes. We hebben ook een lijst meegegeven met activiteiten in de buurt. Die eigenlijk vanuit de gemeente bijvoorbeeld georganiseerd werden. Je had ook voor het zwemmen had je ook bepaalde clubjes. Dus daar werd eigenlijk altijd wel naar doorverwezen. Dus ook wel eens dat je met het televisieprogramma, volgens mij is het Heel Holland in Beweging, of zo, dat elke ochtend is om dat ook te blijven volgen. Ik zie geen nieuwe vragen meer binnenkomen. Mag ik nog een vraag toevoegen? Je gaf aan dat er weinig doorverwijzing is vanuit de huisartsen naar de fysio- en oefentherapeuten voor valpreventieve zorg. Wat kunnen fysiotherapeuten en oefentherapeuten nou zelf doen om toch meer patiënten-cliënten te krijgen? Heb je daar nog tips voor? Ja, die vraag hebben we ook gesteld aan de therapeuten zelf. Want je merkte wel verschil daarin tussen de verschillende therapeuten. De een had bijvoorbeeld hele korte lijntjes. Dus die raadde aan echt contact te leggen met de huisartsen bijvoorbeeld. En vooral de praktijkondersteuners. Ga daar ook langs. En ook echt bijvoorbeeld terugrapportage te doen. Dus op het moment dat de patiënt is verwezen en je hebt de behandeling gedaan. Om dan ook terug te koppelen van hoe het is gegaan. Dat waren wel twee hoofdpunten die zij eigenlijk meegaven. Ik weet dat sommigen gaven aan dat ze ook de praktijk niet binnen konden komen om fysiek kennis te maken, dat daar ook problemen waren. Er is nog een nieuwe vraag binnengekomen. De vraag is wat mij opvalt, is dat bij mijn oude cliënten er geen info is over de mogelijkheid van valpreventie. Klopt dat, dat daar weinig over bekend is? Wat wij merken is in ieder geval dat inderdaad informatie over valpreventie bij ouderen, dat die informatie niet aankomt of er niet is. Ik heb ook informele gesprekken gehad met ouderen, dus het woord valpreventie kennen ze vaak niet, weten niet wat dat betekent. En ook heel vaak hoor je dan toch terug dat kun je daar iets aan doen, dat onbekend is. Dus er is inderdaad wel een gebrek aan kennis over wat valpreventie is en wat je tegen vallen kunt doen. Dankjewel. Ik denk dat dit zo'n beetje de vragen zijn. Ja, dank jullie wel. Dan geef ik weer het woord aan de voorzitter. Dankjewel, Wietke, voor de heldere presentatie. Mooie resultaten ook en interessante vragen. Dan gaan we door naar het volgende onderdeel. We hebben nog een plenaire spreker en dat is ook een Wietke, maar dan een andere achternaam. Wietke Hoekstra vanuit Veiligheid NL. We hebben veel samengewerkt in dit project met Veiligheid NL. En we zijn dus ook heel blij dat we een presentatie vandaag hebben over wat Veiligheid NL doet op het gebied van valpreventie. Wietke Hoekstra is daar werkzaam al sinds 5 jaar. Houdt ze zich bezig met het programma valpreventie vanuit een gezondheidswetenschappelijke achtergrond. En vraagt aandacht voor het hoge valrisico en hoe je daar iets aan zou kunnen doen. Haar expertise is vooral hoe kun je wetenschappelijke kennis vertalen naar de praktijk. En zij is ook als extern adviseur betrokken geweest bij verschillende valpreventieaanpakken in verschillende zorgnetwerken. En vandaag gaat ze ons iets vertellen over de landelijke samenwerking
in valpreventie. En Wietske is niet hier aanwezig in deze zaal, maar zij zal ook online presenteren. En volgens mij zien we nu al haar presentatie. Dus ik moet even kijken of dit online helemaal goed gaat, want het is best wel ingewikkeld. Maar ik geef nu graag het woord aan Wietske. Ga je gang. Ja, dankjewel. Ben ik te verstaan voor iedereen? Je bent zeker te verstaan, maar je presentatie staat nog niet in presentatiemodus. Oké, ja, er zit een vertraging in, denk ik, want bij mij wel. Dus ik begin wel gewoon met praten. Dan hoop ik dat het zo, dat het zo goed gaat. Nou, dank voor de introductie. Nou, grappig genoeg, twee Wietskes achter elkaar. Alleen ik ben met IE en niet met Y. Leuk om ook iets te vertellen over de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot valpreventie. Ik werk als consultant voor het programma Valpreventie bij Veiligheid.nl. En Veiligheid.nl is het kenniscentrum letselpreventie. En even kijken. Mijn presentatie staat inderdaad nu bij mij ook stil. Nou, zien jullie nu iets of nog steeds niet? Wij zien nog steeds het eerste scherm. Maar wel in de presentatiemodus of niet? Nee. Ga ik hem gewoon even opnieuw delen. Net ging het ook goed, dus dan moet het nu ook lukken, zou je denken. Ja, we zien nu de tweede dia in de presentatiemodus. Top. Nou, dan ga ik door met praten. We zijn het kenniscentrum letselpreventie, zei ik net al. En we doen zelf onderzoek, we verzamelen data, maar we gebruiken ook data van andere partijen. En eigenlijk alle kennis die er is, op basis daarvan bepalen we ook de strategie om te kijken wat zijn risicogroepen waar we ons op in willen zetten. En daarvoor ontwikkelen we interventies, maar ook tools of handvatten voor de praktijk. En uiteindelijk willen we dat ook implementeren en evalueren om op die manier eigenlijk bij te dragen aan het verminderen van letsel. We doen dat voor verschillende programma's. Hier wat thema's die we doen. Sportblessurepreventie, kinderveiligheid, gezond gehoor, verkeersveiligheid, productveiligheid en valpreventie. Wietske heeft natuurlijk al het een en ander verteld. En volgens mij zijn jullie allemaal professionals die al best wel veel weten over valpreventie. Dus ik wilde eigenlijk even een kort filmpje laten zien wat eigenlijk in vogelvlucht even meeneemt van wat is eigenlijk de impact van een val en wat is valpreventie. En dan wil ik eigenlijk in deze presentatie vooral met jullie stilstaan bij de landelijke ontwikkelingen. Dan hoop ik dat deze het nu ook doet. Dit is oma Riet. Een paar maanden geleden viel ze. Heup gebroken. Naar de spoedeisende hulp. Ze werd op verschillende plekken verzorgd. Nu is ze weer thuis, maar kan niet meer zelf boodschappen doen of een wandeling maken. Er wordt wel goed voor haar gezorgd. En vallen hoort erbij, toch? Nee, eigenlijk niet. We doen van alles om gezond te blijven. Valpreventie hoort daar ook bij. De cijfers liegen niet. Elke 5 minuten komt er een 65-plusser op de spoedeisende hulp vanwege een val. Dagelijks overlijden 14 mensen aan een val. Vallen kan een enorme impact op de kwaliteit van leven hebben. Door een val komen ouderen vaak in een neerwaartse spiraal. Angstig en onzeker, minder mobiel, eenzaam, afhankelijk van zorg, niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Een val heeft ook een grote maatschappelijke impact door de druk op de zorg en de zorgkosten. We worden steeds ouder en blijven langer thuis wonen. Dus het probleem wordt alleen maar groter. Gelukkig is er veel bekend over hoe je vallen kunt voorkomen. En is valpreventie altijd kosteneffectief. Vallen is dus niet alleen een groot probleem. We kunnen er ook echt wat aan doen.
Vanuit dat bewustzijn kunnen we samen aan de slag. Door ouderen met een verhoogd valrisico te identificeren, een valpreventieve beweeginterventie aan te bieden en aanvullende maatregelen te nemen om het valrisico te verlagen. Dat vraagt om lokale samenwerking en daar heb jij een rol in. Als we dit goed doen, voorkomen we heel veel leed, terwijl we juist druk bij de zorg wegnemen. Bij Veiligheid NL hebben we alle kennis en praktische tools in huis om jou direct op weg te helpen. Zo dragen we samen bij aan het langer gezond en vitaal thuiswonen van ouderen. Kijk op www.veiligheid.nl/valpreventie. Deze dia komt jullie bekend voor. Die zag ik net terugkomen, ook al in de presentatie van Wietske. Dus daar wil ik voor de rest niet op ingaan. Toch nog een klein stukje over hoe groot is nu die problematiek. Als we kijken naar de ernstige letsels op de spoedeisende hulp, dan zien we echt de afgelopen jaren een behoorlijke stijging. En de verwachting is ook dat die stijging gaat toenemen. Nou, ook dit plaatje liet Wietske net al even zien, dus die ga ik ook even skippen. Als we kijken naar, als we vooruitkijken, dan hebben we te maken met een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die ook een behoorlijke impact zullen hebben op het aantal valongevallen. We hebben te maken met een dubbele vergrijzing, dus we worden steeds ouder met elkaar en het aantal ouderen neemt toe. En als we dan specifiek inzoomen op de 85-plussers, en dat zagen we ook in het figuur wat Wietske al even liet zien, een groot deel van de 85-plussers die valt, komt ook daadwerkelijk terecht op de spoedeisende hulp. En deze groep ouderen gaat de komende 10 jaar met 150% stijgen. Plus de maatschappelijke ontwikkeling ook dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen en ook in een meer kwetsbare situatie dus thuis wonen. Waarmee dus ouderen ook een groter risico hebben om om te vallen. En als we dan nog even specifiek inzoomen op de zorgkosten, die waren dus in 2020 al 1,1 miljard. En de verwachting is dus op basis van de cijfers dat die al binnen 10 jaar gaan verdubbelen. En dat komt dus door die grote groeiende groep 85-plussers. Gelukkig is er veel bekend over over valpreventie en is valpreventie ook kosteneffectief. Er zijn verschillende interventies beschikbaar. En zien we ook wel op steeds meer plekken dat er valpreventie wordt aangeboden. Als we dan kijken naar de politieke en beleidsmatige ontwikkelingen ook, dan is er in 2019 in het programma Preventie in het Zorgstel is ook verkend wat er nodig is om op grotere schaal valpreventie aan te bieden. Saskia Kloet, de programmamanager bij Veiligheid NL, was toen ook voor een periode werkzaam bij VBS en heeft toen ook eigenlijk in de knelpunten ook in kaart gebracht. Nou, Wietske dan, die benoemde er net ook al een aantal die heel herkenbaar zijn ook. En er zijn toen veel stakeholders ook gesproken en op basis daarvan is ook een duiding bij het Zorginstituut aangevraagd om valpreventie te duiden. Nog een aantal ontwikkelingen in voorbereiding van de programma's van de landelijke partijen in aanloop naar de verkiezingen zijn ook zorgkeuzes in kaart gebracht. En daarin is ook valpreventie doorgerekend. Vorig jaar is ook vitaal ouder worden een van de speerpunten, als een van de speerpunten benoemd in de landelijke nota gezondheidsbeleid, met ook specifiek een ambitie op valpreventie. De dialoognota ouder worden, de discussienota zorg voor de toekomst, langer veilig onderweg, allemaal beleidsstukken waarin valpreventie ook een plek heeft gekregen. En het goed op de agenda is gekomen. En ook in de media zien we steeds vaker dat het over valpreventie gaat. Marcel Levy had vorig jaar een artikel, een column in het Parool. De epidemie waar niemand over hoort. En ook vanuit Zorgverzekeraars Nederland is er aandacht geweest voor preventie.
Nou ja, en als vervolg daarop zijn er ook kamervragen gesteld en is er een amendement aangenomen om dit jaar 1 miljoen extra financiering beschikbaar te maken van voor valpreventie. En uiteindelijk in december, toen het nieuwe coalitieakkoord is gekomen, is valpreventie daar ook specifiek als maatregel opgenomen. En betekent dat gemeenten de taken ook krijgen om valpreventieprogramma's aan te bieden. Nou, dit is de maatregel uit het regeerakkoord. Nou, ik denk dat het interessant is om, nou ja, om daar ook vooral even bij stil te staan. Wat betekent dit nu? Nou, het betekent dus dat vanaf 2023 gemeentes de taak krijgen om valpreventieprogramma's aan te bieden. En vorige maand is ook de duiding van het Zorginstituut gekomen, die geduid heeft wat, welke onderdelen van valpreventie verzekerde zorg zijn. En de oproep vanuit Zin was ook heel nadrukkelijk dat valpreventie echt een samenwerking vraagt tussen het gemeentelijke domein en het zorgverzekeringsdomein. Nou, VWS is nu samen met Veiligheid.nl bezig om dat landelijk programmaplan verder vorm te geven. Nou, het uitgangspunt van het landelijke plan zijn de werkzame elementen van valpreventie. En de roep is ook wel heel erg om de verbinding te maken met vitaal ouder worden, met meer de collectieve preventie. Dus stimuleren dat mensen een gezonde leefstijl hebben, dat ze goed gezond eten, dat ze voldoende blijven bewegen. En vervolgens dan om de mensen met een verhoogd valrisico op te sporen. Om dan een valrisicobeoordeling uit te voeren en vanuit daar mensen door te verwijzen naar de effectieve interventies, waarbij het advies is om in ieder geval een valpreventief beweegprogramma aan te bieden en daarnaast te kijken welke andere effectieve interventies nog nodig zijn. Wat daar heel belangrijk bij is, is die planmatige aanpak, dat er een lokale coördinator is en de communicatie, net ook al teruggekomen, die is heel belangrijk, want we weten ook dat dat ouderen niet zelf gaan vragen om valpreventie. Nou, er zijn heel veel, val is echt een multidisciplinaire, vraagt echt om een multidisciplinaire aanpak. En er zijn heel veel professionals die daar een rol in kunnen spelen. En we hebben ook op onze website, het heet Lokaal Vitaal, is eigenlijk een stappenplan hoe je dat lokaal kunt opzetten. En er staat bijvoorbeeld ook een hele lijst wie daar allemaal een rol in kan spelen. Wat ik net ook al aangaf, er zijn meerdere effectieve interventies beschikbaar. Er is ook een keuzehulp beschikbaar, welke interventie voor wie het beste passend is. We zien steeds meer aanpakken in het land ook, die volgens de werkzame elementen ook valpreventie proberen op te zetten. Maar we zien ook in de praktijk dat het niet allemaal ingericht is volgens de werkzame elementen. Met name ook de beweeginterventies, die worden nogal eens aangepast. Dat kwam net ook in de presentatie van de andere Wietskal naar voren, dat mensen het een intensief programma vinden. En dat is ook zo, maar dat is ook hetgene wat eigenlijk nodig is om die effecten te behalen. En we zien nu eigenlijk dat het nog nergens structureel ingericht is. En dat komt ook door de financiering. Vaak is het heel erg kleinschalig en op projectbasis. En uit een onderzoek van een aantal jaar geleden is de inschatting dat we nu zo'n 1,5% van de ouderen die valpreventieve maatregelen nemen. Dus daar is nog behoorlijk wat winst te halen. En daar hopen we ook dat het landelijke programmaplan daar een rol in kan spelen. We staan wel echt voor een behoorlijke opgave waar we ook iedereen bij nodig hebben. Dus we hebben nu vanuit de werkzame elementen van valpreventie eigenlijk een aantal actielijnen uitgezet. En heel veel stakeholdergesprekken gevoerd om ook te kijken van wat leeft er in de praktijk, wat heeft de praktijk ook nodig om echt met z'n allen die massa te kunnen maken. Dus ik wilde even een aantal van die actielijnen met jullie doorgaan. En dan neem ik ook meteen even de duiding van het Zorginstituut mee, wat die daarover aangegeven hebben. Dus de eerste stap is het opsporen van het verhoogde valrisico.
Nou, dat is eigenlijk de eerste stap om die mensen met een hoog valrisico op te sporen. Want de maatregel gaat dus echt over die geïndiceerde en selectieve preventie. Dus de mensen die een verhoogd valrisico hebben. Daar wordt de valrisicotest voor gebruikt. Die wijkt wel iets af van de test die Wietske in haar onderzoek gebruikt heeft. Want wij gaan op basis van valgeschiedenis en op basis van mobiliteitsproblemen. Dus die twee vragen worden gesteld. En het doel vanuit de maatregel in het regeerakkoord is dat we in 2023 465.000 ouderen gaan opsporen. Of in ieder geval bij 465.000 ouderen die vragen gaan stellen. En wat Sin heeft gezegd over het opsporen van een verhoogd valrisico. Sin heeft aangegeven, die kan uitgevoerd worden door zowel een zorgprofessional, wat vergoed kan worden vanuit de ZVW. Maar deze vraag kan ook heel goed uitgevoerd worden door professionals uit het sociaal domein. En dat zien we ook in de praktijk, dat het sociaal domein een hele belangrijke vindplek kan zijn. Die organiseren vaak ook allerlei activiteiten voor ouderen, bijvoorbeeld vanuit welzijn. Maar je kunt ook meer denken aan de georganiseerde ouderen in de zin van ouderenbonden. En die zouden ook heel goed ouderen kunnen opsporen en kunnen doorverwijzen. Het tweede onderdeel is de valrisicobeoordeling. Het gaat er dan om in kaart te brengen wat de persoonlijke valrisicofactoren zijn door het afnemen van een persoonlijke valrisicobeoordeling en vanuit daar dan door te verwijzen. Van die 500.000 die ik net noemde, moeten dan 186.000 ouderen zo'n valrisico-schatting of een valrisicobeoordeling krijgen. De valrisicobeoordeling daarvan heeft Zin aangegeven dat die vergoed wordt voor ouderen met een hoog valrisico en dat die zorg is die door huisartsen geleverd moet worden. En het betekent dat het niet per se door de huisarts gegeven, of dat het niet per se door de huisarts afgenomen moet worden, maar dat kan bijvoorbeeld ook door een fysiotherapeut of door een ergotherapeut. En hoe dat in de praktijk er dan uitziet, dat is dus nu ook een vraagstuk wat we vanuit de actielijn financiering verder gaan uitzoeken. Wat is daar dan voor nodig dat ook een fysiotherapeut of een ergotherapeut of een praktijkondersteuner of bijvoorbeeld ook een wijkverpleegkundige de valrisicobeoordelingen kan uitvoeren. Hierover hebben we ook met veel verschillende stakeholders al gesprekken gevoerd. En het idee is dat de valrisicobeoordeling wordt uitgevoerd met behulp van de valanalyse. Dat is een screeningstool die ontwikkeld is en die op dit moment ook doorontwikkeld wordt naar een digitale tool. En het idee is dat die tool ook door verschillende professionals ingevuld kan worden. Zodat op die manier ook de samenwerking met professionals verbeterd kan worden. Omdat ze dan via zo'n systeem met elkaar kunnen communiceren. En een andere ontwikkeling is dat vanuit de VNVN en de valanalyse is ook gebaseerd op de richtlijnen van valpreventie. Een andere ontwikkeling is ook dat de VNVN bezig is met de beslisondersteuning en ook op basis van de richtlijn valpreventie een beslisondersteuning eigenlijk gemaakt heeft. Waarin eigenlijk ook alle valrisicofactoren zitten. En het idee daarvan is ook dat die gekoppeld gaat worden aan het elektronische patiëntendossier. Dus dat is het idee is dan als een valrisicobeoordeling echt in de thuiszorg plaatsvindt door een wijkverpleegkundige, dat dan die tool ook daarvoor gebruikt kan worden. Omdat die nu ook in ontwikkeling is. Het andere onderdeel is vanuit de valanalyse worden mensen doorverwezen naar een valpreventief bewegen programma. En van die groep die ik net noemde, moeten dan 90.000 ouderen jaarlijks hier aan deelnemen. Ook dit onderdeel heeft Zin geduid. En daarin maakt Zin een onderscheid in ouderen die met onderliggende of bijkomende problemen. Dat die aangewezen zijn op begeleiding door een zorgverlener op het niveau van een fysiotherapeut of oefentherapeut. En daarvoor in aanmerking komen voor een vergoeding van een zorgverzekeraar.
En ouderen zonder onderliggende aandoeningen, die kunnen meedoen aan een programma dat wordt aangeboden vanuit het sociaal domein. En daarin wordt onderscheid gemaakt, een programma wat onder begeleiding of een zelfstandig beweegprogramma, wel deels ook onder begeleiding. Voor deze duiding zijn we nog bezig met samen met Zin ook om een praktijkblad te maken. Omdat ja, dit roept best wel veel vragen op. Want wie heeft onderliggend lijden of bijkomende problemen? Dus dit is ook een van de vragen die we nu verder aan het uitwerken zijn. Ook samen met de praktijk en de verschillende beroepsgroepen. Op basis van welke criteria ga je iemand doorverwijzen naar het sociaal domein? En op basis... En wanneer gaat iemand naar de, komt iemand in aanmerking voor vergoeding vanuit de zorgverzekeringswet? Dus daar zijn nog best wel wat, daar liggen nog best wel wat, wat vragen. Maar het is in ieder geval wel heel positief dat er in ieder geval straks financiering beschikbaar komt voor ook het aanbieden van deze interventies. Een andere actielijn is ook nog de monitoring. Het landelijk programmaplan wordt natuurlijk ook gemonitord om te kijken hoeveel ouderen dat we bereiken en of er nog bijgestuurd moet worden. En wat ook een hele belangrijke actielijn is binnen het landelijk programma is de communicatie. We weten dat ouderen zich over het algemeen... niet aangesproken voelen door valpreventie, dat ze hun eigen risico eigenlijk niet goed kunnen inschatten. Net ook al een aantal keer door Wietske genoemd, dat ouderen vaak niet gemotiveerd zijn. Dus de communicatie is ook een heel belangrijk aandachtspunt in het landelijk programma. En er zal waarschijnlijk wel iets van een landelijke campagne komen. Daar is ook veel vraag naar uit de praktijk om... Ja, wat wel bij kan dragen aan de bewustwording ook, dat ouderen best wel veel kunnen doen om het risico te verlagen. Maar we weten ook dat een campagne natuurlijk niet effectief is, alleen een campagne. Dus het is ook heel erg belangrijk om professionals te ondersteunen bij hoe motiveer je nu iemand om daaraan deel te nemen. En er is ook al best wel veel kennis over en dat is ook op onze website te vinden. We hebben bijvoorbeeld een aantal profielen gemaakt van verschillende ouderen waarin we ook iets zeggen over wat zijn bijvoorbeeld strategieën die je kunt inzetten om te zorgen dat die gedragsverandering ook gaat plaatsvinden. Dus er speelt eigenlijk op dit moment heel veel en het is nu vooral heel erg belangrijk om iedereen er goed bij te betrekken en te zorgen dat we met z'n allen ons gaan inzetten om deze grote opgave te halen. En daarbij wel dat we waken voor de kwaliteit en dat we ervoor zorgen dat er effectieve interventies worden ingezet. En zitten we nu eigenlijk in een soort van stroomversnelling om te kijken of we dit allemaal voor elkaar krijgen. En ik weet niet hoe ik in de tijd zit, maar ik had nog een kort filmpje dat ik dacht, nou, het is leuk om nog even af te sluiten met waar we het voor doen. Die ga ik nog even. Ik stond er niet eens bij stil dat het me kon gebeuren. Tot het me gebeurde. En dat was een enorme schrik. Toen ik voor de vierde keer viel, toen dacht ik, over de gêne heen stappen. En gewoon maar luisteren naar het advies van valpreventie. En dat advies ook daadwerkelijk volgen. Valpreventie is belangrijk om valincidenten te voorkomen. Ongeveer iedere 4 minuten komt er wel iemand op de spoedeisende hulp met een valincident. En omdat we steeds langer thuis moeten wonen en steeds ouder worden, is het juist belangrijk om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Voordat ik dit deed, deed mijn zoon 1 keer in de week samen met zijn vrouw alle boodschappen voor mij. Dat is niet meer nodig, dat doe ik nu zelf. Ik kook zelf, ik doe alles zelf. Ik was, ik strijk en dat strijken doe ik dan zittend, maar ik doe het wel. Ik weet nu hoe ik zou moeten lopen. Ik probeer dat ook te doen, omdat ik merk dat dat inderdaad het risico op vallen duidelijk vermindert. Mijn angst om te vallen heb ik overwonnen. En ik durf weer in het park te gaan wandelen. En ik vind dat gewoon heel plezierig, dat ik me wat vrijer voel. Start niet
zoals ik, met verstandig handelen als je inmiddels vier keer op je hoofd gevallen bent. Probeer het te voorkomen en denk, gezien mijn leeftijd, gezien het feit dat ik voel dat ik minder zeker op de been sta dan voorheen, aarzel dan niet en probeer het gewoon. Ergens geeft zo'n cursus je de zekerheid dat je voorlopig nog niet toe bent aan een verpleeghuis. En het is heel fijn om op jezelf te kunnen blijven. Ik heb nog steeds ruzie om weer terug te komen naar mijn presentatie. Nee, niet nog weer. Nou ja, volgens mij had ik nog één dia, maar dat laat ik dan even. Dit is een filmpje wat we ook vorig jaar hebben gemaakt in het kader van de Landelijke Valpreventieweek die we altijd organiseren, waarin we echt proberen het onderwerp op de agenda te zetten en professionals te motiveren om hier iets aan te doen. En we weten eigenlijk ook vanuit onderzoek dat dat dit ook een van de manieren is om ouderen te motiveren als ze de ervaring zien van iemand anders. Dus dit filmpje is ook te vinden op onze website en kan bijvoorbeeld ook ingezet worden als je bijvoorbeeld een bijeenkomst organiseert met voorlichting en op die manier ervaringsverhalen te delen. Dus dat was eigenlijk wat ik met jullie wilde delen. Ik stop even mijn presentatie. Dankjewel, Wietske. Hele mooie presentatie. Ik denk ook dat het heel fijn is en ook heel mooi uitkomt dat er nu juist zulke grote ontwikkelingen zijn op het gebied van valpreventie landelijk en de vergoedingen daarvoor. En dat daar nu echt stappen in gezet worden. Ik denk dat dat voor heel veel professionals die hierin werken echt een hele fijne boodschap is. En vooral voor de ouderen zelf natuurlijk, dat daar nu eindelijk wat beweging in komt. Dus en het komt heel mooi uit, ook met de resultaten van ons onderzoek. Dus dat is alleen maar mooi. Dank voor je presentatie. En ik vraag even aan Joke of er nog vragen zijn geweest in de chat. Ik heb geen vragen ontvangen in de chat. Maar ik heb zelf wel een vraag aan Wietske. Het zijn echt hele ambitieuze plannen die er allemaal uitgerold zijn. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. En op 1 januari 2023 moeten gemeentes dus die valpreventieprogramma's aanbieden. Hebben jullie enig zicht hoe ver gemeentes daarin zijn? Want het is natuurlijk al hartstikke snel dat ze dat moeten hebben. En ja, of het dat lukt. Ja, nee, dat gaat nog wel een uitdaging worden. Kijk, er is niet een registratiesysteem nu, hè? Dus we weten wel van veel initiatieven, maar wat ik ook al eerder zei, het is vaak heel erg projectmatig en kleinschalig. Ook in bijvoorbeeld wat grotere gemeentes die al wat langer bezig zijn, die halen zeker niet deze aantallen. Dus het is een hele ambitieuze doelstelling en we hebben in die zin ook nog wel veel vragen met elkaar op te lossen en de hele financieringsstructuur, hoe dat eruit komt zien, daar is VWS nu druk mee bezig. Dus ik hoop wel dat we snel na de zomer daar ook gemeentes goed over kunnen informeren. Maar het terecht punt dat het hele ambitieuze plannen zijn. En ook omdat we weten dat het ook tijd kost om het lokaal voor elkaar te krijgen. Vaak zijn er wel allerlei initiatieven, maar een belangrijk punt is natuurlijk die samenwerking en dat met elkaar opzetten. En we weten ook dat tijd kost. Dus we zijn nu vooral aan het kijken hoe kunnen we versnellen. Dus als er goede ideeën zijn over hoe kunnen we dit versnellen en wat is daarvoor nodig, dan hou ik me ook zeker aanbevolen. Het mag ook altijd later op de mail. Terechte vraag. Ik zie volgens mij, Joke, dat er ondertussen wel weer een vraag in de chat is verschenen. Klopt dat? Klopt. En de vraag is, de ergotherapeut verwijst naar de fysio of naar de huisarts, maar niet naar de medische pedicure voor eventueel gerelateerde problemen. Wij kunnen op een laagdrempelige manier hierin preventieve bijdrage leveren.
Hoe kan het dat dit onderdeel niet wordt meegenomen? Dat we wel voor de diabeteszorgpreventie leveren. Ja, nou, voetproblemen is ook een onderdeel van de valanalyse. Dus als iemand een valrisicobeoordeling ondergaat, dan is voetproblemen ook een van de risicofactoren. Dus vanuit de valanalyse kan iemand dus wel doorverwezen worden naar de podotherapeut. Ik neem aan dat dit om een podotherapeut gaat. Dat durf ik even niet zeggen. Ook maar... medische pedicure, ja. Dus dat is wel. En andersom kan natuurlijk ook als je als medische pedicure of podotherapeut iemand in je praktijk hebt die je behandelt voor voetproblemen en je observeert eigenlijk dat iemand misschien niet meer helemaal stabiel loopt, dan kun je natuurlijk ook die signalerende rol vervullen en iemand een uitgebreide valrisicobeoordeling te laten doen. Ik heb nog een volgende vraag, en volgens mij is dat zo. Komt valpreventie dan misschien in de basisverzekering? Wat ik net eigenlijk in de presentatie ook heb toegelicht, dat zijn onderdelen. De valrisicobeoordeling is dus een onderdeel wat vergoed wordt vanuit de ZVW. En met betrekking tot de valpreventieve beweginginterventies zal een onderdeel vergoed worden vanuit de ZVW en een deel wordt vergoed vanuit het sociaal domein, vanuit de gemeente. Ik weet niet of de vraagsteller dat bedoelde, maar je hebt natuurlijk altijd het aanvullend pakket, waar nu soms ook al iets in zit voor valpreventie, of dat het nu echt in de basisverzekering komt. Is dat wat de bedoeling is? Ja, dat bedoelde ik, inderdaad. Ja, het komt inderdaad voor die elementen die ik net benoemde, komt het in de ZVW, dus in de basisverzekering. Maar de valanalyse zelf, die wordt dus alleen vergoed door een POH of een wijkverpleegkundige. Maar als een fysiotherapeut dat moet doen, dan heb je dus dat probleem van het aanvullende deel. Nee. Of niet? Nee, nou, als het goed is. Maar goed, dit is dus een van de vraagstukken waar VWS ook nog mee bezig is. Hoe het in de duiding van zin staat, is het... Zoals huisartsen die plegen, of het is zorg die huisartsen plegen te bieden. Nou, ik bind me niet vast op de formulering, maar zoiets dergelijks is het. En wat ik begrepen heb vanuit de Landelijke Vereniging van Huisartsen en de NHG, waar we ook mee gesproken hebben. Het betekent niet dat de huisarts die ook per se zelf moet uitvoeren. Dus ook als een fysiotherapeut of een ergotherapeut de valanalyse uitvoert, dan zou dat niet ten koste gaan van het eigen risico, omdat het wel onder de huisartsenzorg valt. Maar dit is dus nog wel iets wat, en dat is in principe, hoe zin het duidt, kan dat nu al. Alleen, daar moet nog wel iets voor geregeld worden, voor hoe je dat dan declareert. Want er is nu nog geen declaratiecode voor. Nee. Oké, dankjewel. Ja. Ja. Nog één laatste vraag, aanvullend op de eerste vraag over van de medisch pedicure. Als we ook weinig aandacht voor slechthorendheid en visusproblemen en vitamines. Die komt ook van mij. Die komt ook voor mij, dezelfde vraag. Ja. Dat ging dus ook over inderdaad de pedicure, wat dan niet vergoed wordt. Mensen moeten het zelf betalen. Geldt natuurlijk ook voor hun bril of voor een hoortoestel. Of andere zaken rondom dat model wat je hebt laten zien. Even kijken. Dat taartstukje, dus gezonde voeding. Valanalyse en valinterventie en die hele cirkel daaromheen. Ik kan hem even niet beter uitleggen dan zo. Ja, nou de visus en voeding zit ook in de valanalyse, hè, dus daar wordt wel op gescreend. Ja. Maar een bril zit inderdaad niet in de basisverzekering. Er zijn volgens mij soms wel vanuit de aanvullende verzekeringen is daar soms iets. Ja, maar op de vraag van de pedicure, zeg maar. Nee, volgens mij zit dat alleen in de basisverzekering als er een medische indicatie is. Dus met diabetes of... En dat geldt ook voor aangepast groeisel natuurlijk. Ja. Oké, dankjewel.
Zullen we, want er zijn natuurlijk nog heel veel, denk ik, issues die bij dit valpreventie in de verzekering gaan spelen. Maar ik denk dat het sowieso al, ja, wat we net zeiden, een hele stap is dat er nu duidelijk plannen zijn om dit wel onderdeel te maken van de basisverzekering. We willen, Wietke nogmaals bedanken. Vragen kunnen altijd nog naar de hand gesteld worden via de e-mail. We gaan nu even een korte pauze inlassen. We gaan voor 10 minuten. We gaan even hier de boel reorganiseren. En dan kunnen we over 10 minuten, dus om 7:50, gaan we verder met een paneldiscussie. Waarin we met een oefentherapeut, een wijkverpleegkundige, een fysiotherapeut en Wietke van het onderzoek verder praten over een aantal ervaringen vanuit hun praktijk met valpreventie en valpreventieve programma's. Dus we zien jullie graag over 10 minuten weer terug.
Nou. Goed, we zijn er weer. Ik hoop dat iedereen ook weer terug is van een korte pauze. Ja, nu zijn we ook echt weer in beeld. Welkom terug. We gaan het laatste onderdeel van vandaag is een paneldiscussie, wat ik net aankondigde. En we gaan even beginnen eerst met een voorstelrondje. Ik geef mijn microfoon even door aan de eerste aanwezige hier, Nienke Schoenmakers. En met het verzoek om even iets te vertellen over je achtergrond, waar je werkt, hoe lang je ervaring hebt. En dan de microfoon door te geven aan degene naast jou. Ja, dankjewel. Mijn naam is Nienke Schoenmakers. Ik ben in 2012 afgestudeerd als oefentherapeut CESAR. En heb bijna 10 jaar gewerkt in de praktijk in Goorlen, in een gezondheidscentrum. En in 2014 ben ik gaan specialiseren in valpreventie via de Sint Maartenskliniek. En heb ik een lange tijd, het vallen verleden tijd, programma aangeboden binnen de praktijk. Ja, als het goed is, weet iedereen onderhand wie ik ben. Wietske Beekes, onderzoeker. Dus ik geef hem meteen door. Hallo, ik ben Brigitte Leenders. Ik ben nu sinds bijna 20 jaar eigenaar van een praktijk waar wij gespecialiseerd zijn in geriatrie. Ik ben zelf geriatrie, fysiotherapeut en verschillende collega's. We zijn ook geriatrie, fysiotherapeut en een geriatrie oefentherapeut hebben we erbij. Heel lang hadden wij ook een ergotherapeut, maar sinds kort werken we samen met een ergotherapiepraktijk. En valpreventie is vanaf het begin af aan een van de speerpunten van ons geweest. Ik ben Marlies, wijkverpleegkundige hier in Tilburg. Ik ben gerontologie wijkverpleegkundige. Dat betekent dat ik voornamelijk met ouderen mag werken. En aangesloten ben bij het kwetsbare ouderenproject binnen Tilburg. Vanuit de Thebe. En voor 3 huisartsen werk ik samen om mensen boven de 75 thuis te gaan mogen bezoeken en te kijken hoe ze thuis niet kunnen gaan vallen. Dank jullie wel. Nou, we gaan denk ik maar meteen door met de eerste vraag voor jullie. Tijdens het project van presentatie van Wietske, van wat het heeft opgeleverd, valpreventie in de eerste lijn zorg geïmplementeerd, kwamen er een aantal belemmerende en bevorderende factoren langs. En een belangrijke factor die implementatie zowel positief als negatief kan beïnvloeden is samenwerking. Samenwerking tussen professionals. En de vraag aan jullie is, kunnen jullie iets vertellen over jullie ervaringen rond samenwerking in de valpreventie? Wie mag ik als eerste het woord geven? Yes, dankjewel voor de microfoon. Wat ik al zei, ik heb gewerkt in een gezondheidscentrum, dus we hebben met veel disciplines samengewerkt, onder andere met de ergotherapeut. Podotherapeut, diëtiste, huisartsen, POH. En wat onze ervaring was, is wat Wietske ook al in de presentatie zei. Op het moment dat je korte lijn schouwt, dus binnen het centrum breed, dan ging de samenwerking redelijk gemakkelijk. Je hebt ook elkaar snel te pakken. Je kan zo even binnenlopen of even bellen via de interne lijn. Dus dat gaat allemaal vrij eenvoudig. Zodra de samenwerking extern werd, werd het een stuk moeilijker. En vaak zit er een stukje concurrentie onder. Moeilijk om echt samen de hand in elkaar te slaan. En dat zorgt dan ook voor weinig motivatie om buiten de deuren echt de samenwerking op te zoeken. Dankjewel. Brigitte, wil jij daar iets vanuit jouw fysiotherapiepraktijk aan toevoegen? Wij zaten niet in een gezondheidscentrum, maar er wel vlakbij. En wat je merkt is dat de POH, waarmee je normaal gesproken al veel samenwerkt, dat die lijntjes per definitie kort zijn. De huisartsen die je kennen, die bellen je gemakkelijk. Nou, we hadden dus een ergotherapeut, maar werkten ook samen met een ergotherapiepraktijk. Dat gaat goed, maar zodra je naar een andere fysiotherapiepraktijk gaat, heb je toch een beetje conculega's. Wat logisch is, maar niet altijd handig.
En wat je merkt is dat iedereen begon ontzettend enthousiast. En op een gegeven moment in de waan van de dag heeft de POH ook gewoon nog weinig tijd voor de doorverwijzingen en voor de screening die zij zelf als heel erg arbeidsintensief hebben ervaren. Doorverwijzen deden ze graag, maar het was heel arbeidsintensief. Wil jij nog iets toevoegen? Even kijken of ik hem nu te kort bijhoud. Ben ik zo goed? Ja. Nou, vanuit de wijk is natuurlijk heel goed samenwerken met alle disciplines. Dat lukte op zich wel, maar we hadden een beetje minder motiveerd. Was dat de collega's gewoon geen tijd hadden om mij te ondersteunen, om het goed op te kunnen pakken. Dus het kwam op mij neer. En dat betekent dat ik de huisbezoeken moest doen. Het netwerk moest motiveren. Patiënten motiveren. En dat is dan ook nog de mooie lijsten erbij van Wietske. En dat was intensief, mag ik wel zeggen. En voornamelijk omdat het woord preventie niet valt bij de klanten. Wij praten over klanten die thuis wonen. En als ik dan zei, ik kan wel er iets aan meedoen om te verzorgen dat u niet valt. Het woord preventie is vaag. Dat was niet het woord wat ik moest gebruiken. Daar kwam ik heel vlug achter. En het was hard trekken om het voor elkaar te krijgen met heel het netwerk vanuit de wijkverpleging. Ja, dat mag. Want mijn vraag zou zijn, soms is het lastig, soms zijn er wat strubbelingen, hè, dat zeiden jullie allebei. Heb je ook geprobeerd om, heb je daar oplossingen voor? Of heb je geprobeerd om dat te verbeteren? Heb je tips voor mensen? Wij hebben toen vanuit de praktijk een open dag georganiseerd om te laten zien van wat is nou valpreventie, waarom heet het valpreventie, gaat het dan inderdaad om vallen? En we hebben een dichterbij, ik heb zo'n mooie mat ontwikkeld om te laten zien hoe moeilijk het is om je balans te houden. En dat je dan pas voelt van hoe stevig sta ik op mijn benen. En ja, ik moet zeggen, de huisarts en POH's, dat waren niet het probleem, hoewel ze wel een probleem hadden. Maar mensen houden inderdaad er niet zo van om geconfronteerd te worden met het vallen. En als je dan zegt, oké, we hebben het niet over vallen, maar u wilt wel langer thuis blijven wonen. Zo hebben we onze praktijk genoemd, dus dat vonden we ook altijd erg leuk om dat zo te zeggen. Dan wilden ze wel luisteren. Nou, dat zijn hele belangrijke aanwijzingen, denk ik. Hoe kan het in een klein woord zitten, hè? Valpreventie is niet een woord blijkbaar wat erg aanspreekt. In elk geval niet voor de mensen zelf. En misschien dat Wietske daar ook nog iets op, vanuit het onderzoek, nog iets op aan kan vullen. Ja, dus wij zagen eigenlijk ook met informele gesprekken die ik heb gevoerd met ouderen, het woord valpreventie, dat zegt hun eigenlijk niks. Het hele woord is eigenlijk onbekend. Ook na afloop van het project hebben we nog enkele gesprekken gehad met deelnemers die ook behandeling of een interventie hebben gekregen. Maar ook het weten wat valt onder de valpreventieve zorg en wat niet, dat vonden ze ook nog steeds heel lastig te onderscheiden. Ook van een ander project weet ik, de marketing, zeg maar, hoe breng je het, dat is essentieel. Ook bewegen, oefeningen. In dat project was dat eigenlijk ook al minder, maar breng je het op samen wat leuks doen, zelfstandigheid behouden. Je kunt dan nog weer iets met de kleinkinderen doen bijvoorbeeld. Dat we het als wel motiverend ervaren, dat ze er toch, toch die oefeningen wilden gaan doen. Ja, oké. Okay. Ja, ik sta hierachter omdat ik anders steeds vooraan in het beeld sta. Dat wil ik vermijden. We kunnen nog steeds ook, er kunnen ook nog steeds vragen vanuit de chat gesteld worden. Dus als er online vragen zijn, dan stel ze in de chat en dan haalt Joke ze eruit voor ons. En dan kunnen we jullie vragen meenemen hier in de paneldiscussie. Zolang er geen vragen zijn, dan gaan we even door met een volgende vraag. Had je nog iets op de vorige toe te voegen?
Nou, de volgende vraag zou zijn, het kwam net al heel even aan bod van hoe zit het nu eigenlijk met patiënten of met mensen, gewoon oudere mensen die thuis zelfstandig wonen. En in de presentaties is het ook al voorbij gekomen. Het lijkt soms alsof ze niet gemotiveerd zijn. Maar we weten natuurlijk niet waarvoor ze echt niet gemotiveerd zijn. Het gaat ook een beetje over hoe heet zo'n programma. Daar hadden we het net over. Valpreventie is misschien niet iets waar mensen erg voor gemotiveerd raken. Maar hoe zou je dus oudere mensen kunnen bewegen en kunnen interesseren om wel iets te gaan doen wat hun kan helpen om niet te vallen? Hebben jullie daar ideeën over? Wie van jullie zou er iets over willen zeggen? Op welke manier kunnen we ouderen motiveren om in beweging te blijven? Wij hebben in de wijk verschillende presentaties. Positieve gezondheid noemen we dat. Dat doen wij, is Wietske ook een keertje bij aanwezig geweest. Heel gezellig met koffie en cake. Mensen laten bewegen. En hoe je je kunt opvangen als je niet goed op een stoel zit, als je niet goed kunt lopen. Dat was zeer dynamisch en dat blijft hangen. En wat wij ook gedaan hebben, is we hebben wandelgroepjes georganiseerd in de wijk. Eén keer per week wordt er gewandeld in de wijk en dan komen we ook obstakels tegen. Dus het lopen met een rollator is geen probleem, want dat heeft heel vaak een taboe naam, een rollator. Maar als ze dan zien dat ze toch een uurtje mee kunnen wandelen op een heel langzaam tempo met een rollator, met een heleboel rollators, nou, dat is fijn. En een rolstoel, die mensen die kunnen ook in een rolstoel zitten. Na 10 minuten haal ik ze uit die rolstoel en dan gaan ze achter de rolstoel. Nou, dat is winst voor de toekomst. En wat wij binnen Thebe, ik maak even reclame voor Thebe, bij alle nieuwe zorgvragen die wij binnenkrijgen, hebben wij een lijst over vragen. Ben je bang om te vallen? En ben je al eens gevallen? En dan gaat die molen draaien. Dus we hebben het wel al helemaal in ons systeem bij de start van de zorg erbij betrokken. Dus dit is de winst van Wietske. Zijn er nog andere ideeën over de motivatie van patiënten? We hebben net gehoord dat stappen worden gezet richting vergoeding. Is dat iets waar jullie ook ideeën over hebben? Kan dat voor ouderen veel betekenen dat er een reguliere vergoeding komt vanuit het basispakket? Is dat iets waar jullie ervaring mee hebben voor ouderen of dat een rol speelt? Ja, dat denk ik absoluut dat vergoeding een rol speelt. Ik heb het heel vaak meegemaakt dat financiën een reden is om niet mee te doen aan een valpreventietraining. Mensen zijn door hun behandelingen heen of krijgen maar een beperkte vergoeding vanuit de zorgverzekering bijvoorbeeld of vanuit de gemeente. Dus dat is heel vaak een belemmerende factor. En ik denk dat het absoluut zou helpen als daar wat meer ondersteuning in zou komen. Ja, naast dus de publiciteit. Jij gaf net al eventjes aan dat de mensen ook laten ervaren met een balanstest inderdaad, dat de mensen zo merken van, oh, het is toch wel harder nodig dan ik had verwacht. Dus bijvoorbeeld, kan u nog staand de broek aantrekken? Of hoe gaat het als u snel moet draaien? Hoe gaat het met trap lopen thuis of in een centrum? En dat de mensen dan toch wel bewust worden hoe dat het evenwicht is en meer gemotiveerd raken om iets aan balans te gaan trainen. Mag ik een vraag stellen vanuit de online deelnemers? Hebben jullie om mensen te enthousiasmeren ook aan sociale media gedacht? Het is natuurlijk een oudere doelgroep, maar ja, een deel daarvan zit natuurlijk wel op sociale media. Ja? Ja, wij hebben wel sociale media, Facebook en Instagram. Nou ben ik zelf er niet heel erg van, dus ik vind dat zelf nogal lastig. Maar het werkt wel en dan vooral met, voor de kinderen en de kleinkinderen die opa of oma daarop wijzen. En de gewone publiciteit, het gewone adverteren, want dat lezen ze wel, de zondagskrantjes.
En het ouderwetse flyeren. Yes. Bij de huisarts ophangen. Bij de fysiotherapeut ophangen. Bij het winkelcentrum ophangen. We gaan langs de deur, letterlijk en figuurlijk. Ik weet niet of dat bij social media hoort, maar ik noem het maar even zo. Maar dat helpt wel. En als ze dan ook nog in het krantje komen met een foto van hun erbij, dan zijn ze helemaal blij. Ja, dan kom ik toch weer even terug op jouw vraag. Want met flyeren en in de krantjes zit er toch altijd weer een kostenplaatje aan. Dus dan is de vraag, wie gaat dat betalen? En wij betalen dat als praktijk. Als praktijk maak je die reclame en hoop je dat natuurlijk terug te krijgen. En wat de vergoeding betreft, want daar begon de vraag over. Ik denk dat het wel heel goed is om onderscheid te maken. Een medisch gerelateerd valrisico of niet medisch gerelateerd valrisico. Omdat je hoeft niet alles gratis te krijgen. En ik denk dat we daar ook best aan mogen wennen. Dat als het medisch is, dat we met z'n allen de afspraak hebben gemaakt voor elkaar te zorgen. En is het niet medisch, heb je ook een stukje eigen verantwoordelijkheid. Wil je nog het GGD net daar? Nee, wij hebben echt een supergoed netwerk bij ons in de buurt. En iedereen doet een steentje erbij. De ene zit daar goed in, de andere is daar goed in. Ik zoek professionals die iets doen. En die krijgen een mooie bos bloemen of een flesje wijn. En dan is het ook goed. Liefdewerk, dat bestaat ook nog. Ja, een andere vraag vanuit de zaal is nog van, het is leuk, maar die financiering moet dan wel eigenlijk zijn iets wat blijvend wordt aangeboden. Want vaak is het zo dat het over projectfinanciering gaat, dan gaat het een beetje goed. En daarna stopt de financiering en dan stopt er ook weer veel. Graag jullie mening daarover. Wie wil er iets over zeggen? Brigitte. Ik heb er inderdaad een duidelijke mening over. Ik vind het jammer dat we regelmatig prachtige pilots starten. En als het potje leeg is, stopt de pilot. En ik denk dat wij in de zorg eraan moeten gaan wennen dat we niet alles op subsidie draaien. Dus mensen mogen zelf ook voor hun gezondheid betalen. Je hoeft niet alles gratis te krijgen. En er hoeft ook niet altijd dik aan verdiend te worden. Want dat is natuurlijk ook, kosten moeten gedekt zijn. Bepaalde activiteiten die je als praktijk gaat organiseren, kun je ook gewoon als klantenbinding zien. Dus moet kostendekkend zijn, maar hoeft niet echt winstgevend te zijn. Dat is een ding die je vanuit een praktijk, dus bedrijfsmatig, kunt bekijken. De maatschappij hoeft ook niet overal voor op te draaien. Ik denk dat we ook ons bewust mogen zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor je gezondheid. En dat je de ondersteuningen nodig hebt, logisch en prima. Maar het hoeft niet allemaal vanuit de maatschappij betaald te worden. Althans, dat is mijn mening. Ja, ik wil daar ook nog even aan toevoegen. In het onderzoeksproject zagen we eigenlijk ook dat toch een aantal patiënten ook vanuit het aanvullend pakket bereid waren om te investeren in valpreventie. Maar wat we ook wel weer zagen, dat was helemaal aan het begin van het project met de werving van überhaupt huisartspraktijken. Heb je bijvoorbeeld een arme wijk? Hadden we in Tilburg en daar gaf de huisartspraktijk, wilde eerst meedoen, maar heeft zich later teruggetrokken omdat zij zag 8 à 9 van mijn 10 patiënten is niet aanvullend verzekerd. Zij kunnen dat niet betalen. En ja, voor die is dat wel heel relevant, dat zij dus ja, een vergoeding krijgen eigenlijk. Ja, en als het, naar aanleiding van de presentatie van Wietke Hoekstra, kijk, als dat in het basispakket zou komen, zou dat natuurlijk vooral voor die doelgroep heel mooi zijn. Ja, zeker. Want dan is het daar voor die groep, een grote groep, ook kosteneffectief. Want degenen die een aanvullend pakket kunnen betalen, dat zijn mensen die meestal ook net weer iets meer zelf kunnen bijdragen. Ja. Minima. Ja. Dus tenminste, de gemeente Zetelgenbos biedt dat in elk geval aan. Dat voor de minima en de bijstand heb je een gemeentepakket wat goedkoper is of meer vergoed is, net hoe je het bekijkt. En dan krijg je ook je zorgtoeslag op. Dus dat, het is niet zo dat iedereen die aanvullend verzekerd is ook meteen meer geld heeft. Behalve als je dus naar de hele hoge pakketten kijkt.
Nee, dat klopt. Er zijn andere regelingen voor minima, maar dat zijn specifieke regelingen. Normaal, degenen die daar dan weer net niet invallen, kunnen soms toch niet altijd het aanvullende pakket betalen. Maar het is goed, dit zou nou net een mooie samenwerking zijn tussen een gemeente en een verzekeraar, om te kijken hoe je dat stukje ook kunt oplossen. Ik wil eigenlijk door, als er geen andere vragen nu meer zijn uit de chat, dan wil ik door naar de volgende vraag. Want ik hoorde net, denk ik, ook wel een bruggetje. Brigitte zei van, nou ja, eigenlijk de mensen met een medische indicatie eigenlijk, die zouden dan wel een vergoeding uit de basisverzekering kunnen krijgen. En andere mensen kunnen daar zelf in investeren ook. En dat brengt me eigenlijk bij de volgende vraag. In dit project, wat door Wietske Meekes is, de resultaten van zijn gepresenteerd, hebben we ons gericht op kwetsbare ouderen. En een van de dingen die naar voren kwam, was dat die kwetsbare ouderen ook vaak echt al veel onderliggende zorgproblemen, medische problemen hebben. Wat het niet makkelijker maakte om daar een valpreventieve interventie voor, een passende interventie voor te hebben. Is dit nu de juiste groep waar we ons op richten? Moeten we ons vooral richten met valpreventie op de groep kwetsbare ouderen? Vaak 75 plus, met de nodige complicerende medische aandoeningen. Of is het verstandig om ons ook op een andere doelgroep te richten? En wat zou dan de goede doelgroep zijn waar we ons op zouden kunnen richten? Hebben jullie daar een mening over, ervaring mee, met programma's voor andere doelgroepen? Ja. Wij werken echt al inmiddels bijna 20 jaar ook met valpreventie. En in het begin heette het zelfs valtraining, alsof je leren te vallen. En de allereerste valtrainingen die ik toen gevolgd was inderdaad het judo vallen, wat je toen geleerd kreeg. En dat is leuk voor 50-plussers, maar voor de 60-plussers al vaak minder, laat staan de 70-plussers. En wat wij hebben gedaan, je hebt het gecompliceerde. En dan heb je een... Ik dacht dat er een vraag kwam, maar... dan heb je een valpreventiegroep, maar je doet het in circuittraining, waardoor ieder op zijn eigen niveau de oefening kan doen, terwijl je wel in een groep zit, terwijl je wel het programma afwerkt. En de niet kwetsbaren, die kun je inderdaad meer tegelijk als groep trainen. En dan heb je het probleem een heel stuk opgelost. Yes, dank je. Mijn ervaring is inderdaad precies wat je aangeeft. Dus dat mensen aangeven, het is nog niet voor mij, dus voor de buurvrouw, of ik ben nog te jong voor. En op het moment dat ze bij zo'n training komen, dan is het eigenlijk al te laat. En Wietske gaf het ook al aan dat ze dan de inclusiecriteria niet altijd halen. Wat ik wel merkte in de praktijk is als je echt mensen gemotiveerd krijgt om eenmaal in de training te stappen, heb ik vallen verleden tijd gegeven, wat dus inderdaad zo'n valtraining op de judomat, dat zit daarbij in de circuittraining, dat er zelfs mensen die met de stok lopen daar nog best wel wat dingen in mee kunnen doen. En dat ook door kijken als mensen op de bank zitten, de les in ieder geval meevolgen, dat ze ook daar veel informatie uit oppikken. En mocht nou echt zo zijn dat de mensen niet aan zo'n training kunnen meedoen, dan is het altijd mogelijk inderdaad om individueel in de praktijk een traject. En dan kan je het echt helemaal op maat maken voor die patiënt. Dus inderdaad, ja, zorg op maat is daarin enorm belangrijk. En mensen weten te motiveren dat ze ook inzien dat het voor hun noodzakelijk is. Absoluut. Wou jij daar nog iets aan toevoegen? Ja, ik kijk dan ook even uit het perspectief qua signaleren. Je ziet bijvoorbeeld bij ons project hebben we ons gericht op kwetsbare ouderen. Het was oorspronkelijk ook het idee om dit toe te voegen aan het kwetsbare ouderenprogramma. En die huisartspraktijken hebben al duidelijk in beeld wie zijn de kwetsbaar.
En dan is die signalering gaat makkelijker. Maar als je je richt op jongeren, waarvan ik wel zeker denk dat is een goed idee, kun je het niet meer systematisch in beeld brengen, want deze patiënten zie je niet regelmatig. Die zie je misschien heel af en toe. Ik hoop dat ze allemaal gezond zijn. En dan zie je ze maar eens in de paar jaar eigenlijk langskomen. En dan heb je het echt over case finding. Dan denk ik eigenlijk, dan moet je je vooral meer richten bij de jongere groep op vitaal ouder worden, gezonde levensstijl. En dan misschien niet specifiek valpreventie. En dan bij de oudere, kwetsbaardere groep, waar echt een hoog valrisico is. Dat je daar echt richt op valpreventie, specifieke interventies. Maar wie zou dat dan moeten doen? Want dat vitaal ouder worden voor 50-plussers, dat is niet iets wat we via de basisverzekering willen gaan vergoeden. Dat is ook helemaal niet nodig. Maar wie moet dan die oudere groep van mijn leeftijd, zeg maar, doe maar even positief, wie gaat mij zover krijgen dat ik iets aan beweging blijf doen? En dat ik zorg dat ik... dat mijn valrisico niet hoger wordt, zeg maar. Wie gaat dat doen? Mag ik daarop aansluiten dat er een vraag uit de zaal is van... eigenlijk voor Veiligheid NL, maar Wietske is er niet meer... maar misschien weten de aanwezigen van de paneldiscussie het wel... is er ook gedacht over een televisiecampagnes om ouderen... bijvoorbeeld ook de 50-plus doelgroep, bewust te maken van alles? Ja, leuke vraag. Andere Wietske is er nog wel. Ik weet niet zeker qua televisiecampagne. Ik weet wel dat ze elk jaar hebben ze de valpreventieweek. Dat is begin oktober. En dan komt eigenlijk in alle regionale kranten wel een nieuwsbericht te staan. En ik vermoed eigenlijk ook wel berichten op televisie. Ik weet dat die week in ieder geval bij de NOS ook de cijfers worden gepubliceerd. Dus het krijgt die week ook landelijk aandacht. Maar meer in de zin van dat het een groot probleem is, dat het veel voorkomt. Wordt vaak wel kort iets gezegd wat je zou kunnen doen. Dat is wat ik weet. Ik kijk even naar mijn collega's. Ja. Maar dan is de vraag of dat genoeg is, 1 week per jaar. Mag ik iets toelichten? Want dat is mijn vraag. Mag dat? Of? Ja. Ja, ik kom van Nieuw-Zeeland. En daar voor gezondheid, grote gezondheidsproblemen heb je echt korte stukken op televisie. Dat zijn wel dramatisch over te veel alcohol drinken of rijden met alcohol of bla bla bla. Maar hier hebben we een probleem van 1 miljard en... een van de grote dingen voor de ouderen is dat ze kunnen zelfstandig blijven wonen. En ik denk dat het echt iets dat we kunnen aanhaken. Dat zou wel, denk ik, een impact hebben. En op de andere vraag, het is wel interessant. Ik denk internationaal, de metadata, en die dat heeft de onderzoek gedaan, zou meer weten, maar... laat zien dat eigenlijk valpreventie heeft de grootste bijdrage voor mensen dat hebben al 1 keer gevallen. Dat je kan heel veel doen, maar het is vooral de mensen dat hebben 1 keer gevallen, dat wil je natuurlijk wel voorkomen. Maar als je kijkt naar de verschillende programma's en wat internationaal is geleerd, is dat valpreventie de grootste resultaat is met mensen dat hebben al gevallen. En de valpreventie is wel fantastisch voor alle andere redenen, maar het is niet helemaal, en daardoor was mijn eerder vraag over de cijfers, want er was niet heel veel bewijs dat het heel veel verschil maakte. En misschien heb ik het verkeerd, maar ik wil dat even... Maar echt om aandacht op die dat hebben al gevallen, dat heeft wel grote impact, zeg maar. Ja, dank u wel. Ja, dan zit je toch weer een beetje op de doelgroep die al wat ouder is. Zo heb je die week van de valpreventie inderdaad van Veiligheid NL. Ik weet vanuit de VVOCM, de beroepsvereniging van de
oefentherapeuten wordt ook jaarlijks een dag van de houding georganiseerd. Waar je dus bijvoorbeeld naar een oefentherapeut in de buurt kan gaan voor een gratis houdingscheck. Maar als we vanuit alle beroepsgroepen zoiets een dag gaan doen of een week, of af en toe dingen terug laten komen, een screening vanuit de gemeente, de fysiopraktijken die een week in het jaar mensen screenen. Als mensen af en toe ergens naartoe kunnen gaan om zich te laten screenen op hun gezondheid, ik denk dat daar ook best wel vraag naar is. En als het niks kost en je krijgt toch weer wat tips, hou je waarschijnlijk wel weer patiënten aan over. Het grappige is, we hebben in de gemeente Den Bosch, dat was ook een pilot helaas, hebben wij een aantal keer fit-testen gedaan in buurtcentra. Daar hebben wij als praktijk aan meegedaan, een fit-circuit uitgezet enzovoorts. En wat je dan ziet, degenen die het over het algemeen niet nodig hebben, die komen. Want die zijn geïnteresseerd in hun fitheid. Degenen die het nodig hebben, die hebben vaak een stukje, of die missen vaak een stukje interesse in de gezondheid. Want ja, wat overdreven gedoe, ik ben Bourgondier. Ze hebben vaak allerlei redenen om het niet te hoeven doen. En ik denk dat die doelgroep de belangrijkste, maar het moeilijkste bereiken is. Ja, dat is wel mooi. Dat is denk ik binnen de hele preventieve sector. Bij veel thema's komt dat terug. Ik wou nog heel even op die meneer met de vraag, meneer Kaspari, reageren. Ik denk, campagnes zijn denk ik heel goed ondersteunend om mensen hun aandacht te krijgen op het onderwerp en om ze bewust te maken van bijvoorbeeld dat bewegen en in beweging blijven belangrijk is. Maar we weten ook van campagnes dat campagnes zelf eigenlijk op zichzelf, alleen campagnes, geen gedragsverandering teweeg brengen. In elk geval heel mondjesmaat. Misschien alleen bij die groep die zich al bewust is. Dus een campagne die nu bijvoorbeeld samengaat met toch een aantal stappen in de richting zoals Wietske Hoekstra vertelde, dat het voor sommige mensen in het pakket verzekerd wordt, dat huisartsen alerter worden, dat die mensen ook gaan attenderen op het belang van bewegen, het belang van misschien ook afvallen in combinatie met bewegen. En als je dan een campagne hebt, dan is dat wel heel erg ondersteunend. Dus dat wil ik wel onderschrijven, maar een campagne zelf alleen kan vaak geen gedragsverandering teweeg brengen. Maar ik wilde even terug ook naar de opmerking van daarnet. De groep die er misschien het meest profijt van kan hebben, die bereiken we vaak het slechtst. En misschien is dat wel aardig om te kijken of daar nog ideeën of... Ik heb daar voor jullie een idee vanuit de zaal. Die vraagt, zou in wijkcentra of een organisatie zoals Contour de Twern een infopunt krijgen wat... En zou dat de drempel verlagen om mensen de eerste stap te laten nemen om aan een valpreventie deel te nemen? Dus zouden we het veel meer op wijkniveau moeten organiseren in een wijk- of buurtcentrum? Ja, leuke vraag. Nienke wil reageren. Ja, binnen de gemeente Goorlen heb je zo'n punt, het loket heet dat. Ik weet niet of dat in meerdere gemeentes is. We hebben een tijd een pilot komt hier weer gehad in de gemeente Goorlen om te kijken ook hoe je valpreventie kan implementeren. Wietske was daar ook bij aanwezig. En vanuit daar heb ik in een jaar tijd wel liefst één keer iemand gehad die dus inderdaad bij het loket had aangeklopt. En die gescreend was op valpreventie en die dus daar een interventie bij nodig had en naar mij is doorverwezen. Dus dat is niet heel vaak, maar ja... Toch weer één iemand daarmee geholpen en één iemand tevreden gesteld. Dus wellicht dat zoiets grootschaliger kan worden ingevoerd. Ja, je hoort dat bepaalde mensen dus toch wel heel moeilijk te bereiken zijn. Ik denk dat de zorgverleners daar wel een hele belangrijke rol in kunnen spelen. Want zij zien die groep. Wel, omdat ze dan toch vaak ook andere onderliggende problematiek hebben of dat eerder krijgen. Dus ik denk dat dan daar een taak bij de zorgverleners is. En zij zien het ook als hun rol om valpreventieve zorg aan te bieden, blijkt uit ons onderzoek. Iets wat niet heel hard was te zien in het onderzoek, maar wat wel af en toe
genoemd werd in het begin van het onderzoek, was dat je bij bijvoorbeeld de groep 75-plussers, dat als de huisarts zei van u heeft een hoog risico, dat ze dat dan bijvoorbeeld, oh ja, de huisarts zegt dat, dan moet ik er wat aan doen. Maar zei de POH dat, of wijkverpleegkundige, dan zag je toch, dat weet ik nog niet. Dus toch dat bij een bepaalde groep ouderen, en dat is dan vaak toch nog de oude ouderen, is er toch nog een bepaald gezag naar de huisarts toe. Maar je ziet daar wel een switch in eigenlijk. Maar dat kan ik niet heel hard maken vanuit ons onderzoek, maar dat is iets wat ik wel af en toe hoorde, dat dat ook invloed heeft. Ik denk dat dus voor die moeilijk bereikbare groep, dat daar dus een taak ligt bij de zorgverleners, die die patiënten wel zien. Want de patiënt zelf zal niet uit zichzelf naar een zorgverlener stappen voor valpreventieve zorg, want die zal niet denken, oh, dat ligt bij mij. Ik heb bijvoorbeeld ook een leuk voorbeeld, is een interview met een echtpaar gehad. Dan vroeg ik aan meneer, vindt u dat u een hoog risico heeft om te vallen? Nee. Heb ik niet. Maar mevrouw wel. En toen vroeg ik het aan zijn vrouw. Zegt mevrouw, nee, ik niet. Maar hij wel. Dus, en zo hoorde ik het ook bij mensen dat ze bijvoorbeeld verwezen naar een vriendin. Die volgens mij wel een valrisico, maar dat van zichzelf niet vonden. Terwijl ik eigenlijk heel duidelijk kon zien dat ze loopproblematiek hadden. Ze waren al een paar keer gevallen. Maar toch vonden ze dat van zichzelf niet. Ja. Ja, Marlies, graag. Jij weet meer over de wijk. Dit is natuurlijk mijn vakgebied, zou ik bijna zeggen. Ja, we komen dagelijks tegen in de wijk. En wat heel veel helpt, is dat je het samen met de kinderen kunt doen. Als je de kinderen kunt motiveren, inderdaad, wat jij ook zegt, met de kleinkinderen. De winst opnoemen en te benoemen scheelt heel veel. En de samenwerking met de ergotherapie en de fysiotherapie. En dan samen in gesprek gaan, dat scheelt heel veel. En erop hameren, als u dit kunt, kunt u thuis blijven. Als u dit kunt, kunt u uitslapen, want dan hoeven wij niet meer te komen. Als u dit kunt, kunt u dat programma om 8 uur afkijken. Want dan hoeven wij niet meer te komen. De matjes weg, de camera aan, dat we kunnen zien of ze niet kunnen vallen. Een alarmsysteem, de veiligheid. We kunnen zoveel dingen benoemen die wij thuis kunnen creëren, zodat die valpartijen minder worden. En er is werk aan de winkel. En ik ben zo blij dat Wietske net zegt van via de WMO, want we hebben een hele mooie samenwerking met de gemeente hier in Tilburg. Er is veel te halen. Dus daar gaan we echt vol in met energie in. Mag ik het aanvullen met een ander mooi voorbeeld van een andere gemeente die binnenkwam? Uit de gemeente Doetinchem, dat daar een eigen bedrijf is, Sport ID, en die de gemeente heel erg ondersteunt en de individuele sporters en ook een beweegmakelaar, beweegcoach kan inzetten. En dat zet zich in op sport, bewegen, welzijn en een gezonde leefstijl. Dus het is iets breder dan alleen vallen. En de beweegmakelaar kun je dus ook inschakelen om iets passends te zoeken voor degene om te gaan bewegen. Dus ook gemeente Doetinchem is al aardig aan de weg gaan timmeren om dit in beweging te krijgen, zou ik bijna willen zeggen. Oké. En zijn er soortgelijke interventies waar hier in deze regio? Ja, ik zie je al knikken bij Wietske en bij Nienke. Ja, ik weet dat volgens mij de gemeente Tilburg heeft ook een buurtspotcoach. En daar is ook eigenlijk aangegeven dat als iemand klaar is met een valpreventieve interventie, dan kan zo iemand die persoon bij de hand nemen, fysiek de eerste keer ophalen en brengen om een alternatieve beweegprogramma te volgen. Bijvoorbeeld wandelclubje of seniorengym, dat die echt de eerste keer wordt begeleid, dat die drempel wat lager is. Dus ik weet dat dat hier ook is, maar ik merkte in het project dat daar uiteindelijk niet of weinig naar verwezen werd, of dat die persoon er niet echt bijgehaald is. En dat toch therapeuten vaak eerst verwijzen naar eigen wandelclubjes, of dingen die ze zelf aanbieden, of wat ze echt goed kennen vanuit hun eigen omgeving. Mag ik dat nog aanvullen met een voorbeeld wat heel erg aansluit bij wat Nienke zei?
Was ook zo'n middag georganiseerd vanwege een 5-jarig bestaan van het geriatrie-netwerk, een valpreventieonderdeel in de Zwalm in Noord en ook maar 4 deelnemers uit de wijk. En juist de doelgroep die zou moeten komen, die kwam niet. Dus dat sluit aardig aan, denk ik, bij het verhaal van Nienke van net. Ja, ja, dit inderdaad sluit mooi op aan. Wat denk ik relatief nieuw is, tenminste, ik ken nog niet heel lang, het is nu een paar jaar zit het in basisverzekering, zijn die gecombineerde leefstijlinterventies. En ik denk dat die heel mooi aansluiten ook op de wat jongere doelgroep, die misschien inderdaad bij een fysiotherapeut of een oefentherapeut of misschien bij een podotherapeut in behandeling zijn, diëtisten. Die op dus meerdere vlakken inderdaad aangepakt kunnen worden om de gezondheid te verbeteren. En die interventies kunnen ook door die paramedische beroepen worden ingezet. Dan heb je een interventie die vergoed wordt en waar juist de wat jongere doelgroep misschien wel op afkomt. Wat ook hip tegenwoordig is, is hulp bij slaapproblemen bijvoorbeeld, wat daar ook in wordt behandeld. Dus ik denk dat je in die gecombineerde leefstijlinterventies dat daar nog heel veel in te halen valt. Want ik denk niet dat dat overal nog wordt toegepast. Ja, dat is een mooie aanvulling, denk ik. Die gecombineerde leefstijlinterventies worden wel ook door de huisarts. De huisarts moet verwijzen. Ja. Ja, nou ja, dat is ook heel op zich prima, maar het is breder. Het gaat niet specifiek over vallen, hè. Dat gaat meer over breder over leefstijl. Vaak ook mensen met overgewicht, maar inderdaad ook dingen als stress en slaapproblemen die bijdragen aan een ongezonde leefstijl. Te veel drinken, te veel, misschien makkelijk te veel eten. Dat kan daaraan bijdragen. En bewegen is wel een onderdeel daarvan, wat heel goed kan helpen om een gezondere leefstijl gezond ouder te worden, te helpen. Dus dat is wel een mooie voor die jongere doelgroep. Is dat, denk ik, inderdaad een hele mooie aanvulling. Ik weet niet of er nog vanuit jullie, want we zitten bijna tegen het einde van deze paneldiscussie aan. Zijn er nog dingen die jullie kwijt willen, die hier nog niet aan bod zijn gekomen? Want jullie hebben natuurlijk allemaal voorbereid. Ervaringen, specifieke ervaringen. Joke, heb jij nog iets wat jij kwijt wil? Of laatste? Nee, er is niets meer binnengekomen in de chat. Nee. Nog een laatste die ik nog overgeslagen had, omdat die niet meer past in de discussie op dat moment. Aandacht via Nederland in beweging kun je natuurlijk altijd aankaarten bij patiënten of cliënten. Ja, dus dat is ook nog eigenlijk een soort doorlopende publiekscampagne. Ja, dat is Omroep Max, denk ik, hè? Waar altijd iedereen van uit huis, zeg maar, kan deelnemen aan een redelijk laagdrempelig beweegprogramma. Maar zeker ook voor de wat jongere doelgroep, denk ik, niet voor de kwetsbare ouderen. Nou, als er... Ja, de jongere doelgroep? Ook de ouderen, oké. Okay. Ja, je kunt hem ook zitten doen. Ja, natuurlijk, ja. Ja, goed. Ik denk dat we, volgens mij kunnen we gaan afronden. Ik heb nog, ik moet even wel zo kijken inderdaad, de camera staat zo nu. Ik heb nog een paar dingen die ik even wil meegeven aan iedereen. Allereerst natuurlijk iedereen heel erg bedankt. Bedankt voor jullie deelname. Bedankt aan de panelleden, aan degene die de presentatie hebben gehouden en aan Joke. Als moderator van de chat. De presentaties, de powerpoints die daarvan gegeven zijn, die gaan ook naar jullie gestuurd worden. De opname die zal op onze website komen te staan en mogelijk ook op andere plekken te zien zijn. We hebben dus al gezegd bij het begin, maar ik geloof dat er ook nog later iemand ingelogd is, dat voor degenen die accreditatie willen ontvangen voor het bijwonen van dit mini-symposium, graag hun naam even doorgeven in de chat. Dan weten we dat en dan kunnen we zorgen dat dat ook inderdaad uitgevoerd wordt.
Mochten er toch nog vragen zijn achteraf over wat dan ook rondom dit mini-symposium, dan kun je altijd terecht bij Wietske Meekes. Die zal dan die vragen proberen zoveel mogelijk te beantwoorden. En dan denk ik dat we hiermee iedereen nog een hele fijne avond willen wensen. En heel veel succes bij het verder oppakken en uitvoeren van de valpreventie. Het stimuleren van bewegen bij iedereen. Dank voor jullie bijdrage. Tot ziens. Oké. Bedankt. Ik ga even de boel uitzetten.